Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I've won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.
Nee, op OBS stond hij op stil. Even kijken. Hallo allemaal. Hallo, hallo allemaal. Even kijken hoor. Wij gaan... Kijk. Dit is wat beter, jongens. Dit is allemaal net wat beter. Horen jullie mij goed? Is mijn microfoon niet raar? Ik hoop het van niet. Ik denk het niet, dus dan ga ik gewoon even zo doen. Als goed zullen we ook gewoon de game, dus dat scheelt. Dan moet je wel gewoon gelijk over gaan, denk ik. Op, Ja, jongens, ik ga jullie heel versneld uitleggen. Het is allemaal hartstikke raar. Ja, hè, ik ben 2 maanden niet actief geweest op YouTube, dat klopt. En de reden daar ook van is, wij zitten midden in verbouwing thuis. En mijn PC is van hot naar her gegaan. Huis, ander huis, beeldschermen waren weg. Dus dat was niet echt fijn, om zo te zeggen. Ik zit er wel eens mijn camera op aan de kant. Zo. Dat was niet echt chill, dus daarom kon ik gewoon simpelweg gewoon niet live zijn voor jullie. Maar het punt wel is, omdat wij nu in de verbouwing zitten, komt er heel veel komt weer aan en kan ik ook wat beter weer wat beter gaan livestreamen. En Broer Veen 4.0 is nu uit. Dus alles begint weer opnieuw. Broer Veen heeft veel meer mensen. Veel leuker om diensten te draaien ook. Dus dat is gewoon helemaal top. Dat is gewoon helemaal top. Ik ga voor jullie over op de scène van de live scène. Kijk eens aan. Dat is dit mooie ding. En laat ook eventjes weten, horen jullie de... game goed? Ik zie wel dat hij aanstaat, zeg maar. Dus, alleen hij loopt bij mij in het groen, dus ja. Ik zou hem eventueel wat harder kunnen zetten. Zal ik dat eens eventjes doen voor jullie? Zo liep ik dan ook wel weer. Kijk, dit is misschien wel beter, hè? Even kijken hoor. Die moeten we hebben, die moeten we hebben. Hé hey jongens, jullie zitten goed. Ik. Oh. Ik zit bij de veiligheidsregio. Ik ben weer helemaal terug bij af. Het is weer terug naar het begin, om even zo te zeggen. Maar ik moet zeggen, het is gewoon. Ik vind het gewoon. Op een een of andere manier. Ja. Het is gewoon weer wat leuker, anders worden we nu goed mee. Wat betekent die C? Dat betekent zo. 9 de onderdag komt er nu aan, politie rijdt zo mee, die is nog even met voordeel, maar even ook. Ja, onderdag komen zij toch nog niet in. Ik bedoel. Ben jij ook bij de agent in de buurt of niet? Ja, ik ren net weg van het ziekenhuis naar de ambulance. Dat ook de mogelijkheid is. Het is echt wat ze zeiden over het weer van Amsterdam. Oh, ja, klopt. Dat is echt zo. Ik had het ook niet echt verwacht, ja, maar het is wel zo. Ben ik nog wel benodigd of kan ik ook afkoppelen? Nee, ik kan hey, niet. Hey Shirley, hey Davy, hey Daisy de Best. Hey. Ja, dat was daar. In ieder geval 6 kijkers, wat leuk dat jullie er allemaal weer zijn. Nee, dat vind ik geweldig. Als je nou ook nog mijn Discord wil joinen, dat kan. Als het goed is, staat het linkje in de beschrijving. Als het goed is. Ja, het link staat in de beschrijving. Als je het daar niet doet, zeg het even in de chat, dan zet ik het linkje apart erin.
dan kun je gewoon in mijn Discord zitten. Dan kun je contact met mij hebben, met de moderators en alles en iedereen. Ik weet het nog rond de 4 avond, wie is dat? Ah, die regen is echt kut. Kijk hoe... 109 is nu straks 5 richting TMC. Kijk hoe dik dit, die regen is. Wat is dit? Ik ga een paar keer rennen weer hoor. Kijk op stream. Het komt echt puur door de regen. Dus als ik een beetje lag, jongens, het komt door de regen. Sven, mooi weer, hè? Nou. Ik weet niet wat jij mooi weer vindt, maar... Dit is niet echt mooi weer, hoor. Zo, die regen moet ik echt gaan aanpassen. Holy shit, ik zie niet eens de weg. Oh. Naast dat ik niet in de regen en onweer heb moeten fietsen, deed ik dus. Ja, nou sowieso is het wel handig en fijn dat je in de regen moet weer hoeft te fietsen. Dat sowieso wel. Maar ja, jongens, het is 4.0 en Roeveen, veiligheidsregio, dus ik ben helemaal op het nieuws. Niet nieuws voor mij en voor jullie denk ik, want ik heb toen wel een paar keer gelivestreamd op Roeveen veiligheidsregio. Dat was toen nog met Benny en met Ruben en met Ashley en iedereen. En nou is het gewoon een nieuw ander team. En ik zit al op chauffeur. Ik denk van ik wil wel eigenlijk eerder live gaan. Daar was ik op zich ook wel aan toe om weer even live te gaan. Alleen de hele IO, dan moet ik weer met iemand meerijden, et cetera, et cetera. Hoi, hoi. Nou, als jullie die flitsen achter mij zien, dan weten jullie niet wat er bij mij omweert. Hey. Lekker weertje vandaag, hè? Ja, verdomme. Maar ik heb op mijn netvlies, zeg maar, extreem dikke druppels op mijn netvlies. Ja, ik ook. Ik vind dat echt hinderlijk. Ja, dat klopt. Weet is jij het hoe... Te doen? Tenminste, ja, bij mij is het te doen, maar... Dat bij mij echt niet. Ja, het is een dingetje, dat is zeg maar alleen bij deze stad. Nou, het zal vast ook wel een andere stad. Nee, dat kan komen door jouw brillenblaas. Ah, dat is... Wacht, ik doe het wel even af. Nee, grapje. Nee, ik... geen idee. Ik weet het oprecht niet. Ik vind het ook heel hinderlijk, maar ik weet niet hoe je dat uitzet. Ik kom even hier kijken. Ja, je zou, ik weet niet of dat helpt, maar bij instellingen, en dan weather quality, dus misschien omlaag kunnen zetten. Ik denk niet dat het heel veel nut heeft, maar kan ik proberen. Je staat wel op normal. Oh nee dan. Oh nee. Oh. Wat doe je? Oh, daar. Nou, voor zover Sonny. Stel je rijdt een spoedrit en je rijdt in dit weer. Ja, helemaal kut. Helemaal kut. Dan is wel irritant, ja dat klopt. Zeg tegen Sonny dat ik groot voorkomen ben. Zal ik zo tegen hem zeggen. Oh, trouwens, ik heb ook... Ik mag nog veel meer hierin kijken. Ik had straks 8 uur.
Goed, zijn we nog. De 109 staat zacht, dus ja. Sven, wil je even een disco privé checken? Ja hoor. Hallo, Gietje Wijkstra. Was de 101 in dienst dan? Of? Nee, de 109 gaat uit dienst. Oh, de 109, dacht de 101. Nou, gezellig. Loop je nou nog steeds met dat oude ding van die, heb je nou twee porto's? Ja. Kijk jongens, dit is toch ziek? Ja, nee, top. Ja, bij mij klaart het een beetje op. Waarschijnlijk in Amsterdam dan dus ook. En hier kijken, hier klaart het ook in één keer op. Volgens mij gaat het in plaats van je port op de schouder. Hé, zullen we eens mee? Lekker weertje, hè? Jeetje jongens, zijn jullie allemaal van het weer van vandaag? Dat moet je ook niet willen hoor. Voel aangereden, maar rent door. Oh. Nou, lekker. Hoeveel maanden heb je gehad? Nu eentje. Hmm. Dat was meer een controle van iemand die was aangereden bij het HB. Ah, nee. Jij dan? Ik kom net ineens. Ah, ja, ik ook. En ik kreeg gelijk een melding. Jongens, wat vind je van mijn haar? Hier achter staat het echt niet. Dat staat gewoon niet. Echt niet te doen. Jij hebt het nummer van Stan Schaap toevallig van mij. Stan Schaap? Ja. Is een nummer nog steeds nodig, maar ik vergeet het telkens te vragen. Wat moet ik nou zeggen dan? Oh, Johnny. Ja? Van mijn bodycam mensen. Ja? Moet ik zeggen dat Daisy is de best groot fan van jou bent. Zij is. Oh! Die ken ik. Die ken je, nou. Hey, hallo. Dat vind ik echt leuk om te horen, weet je. Ja, dat snap echt... ik. Nou is diegene blij. Ja, maar ik ben ook blij. Ik ben altijd blij. Stan Schaap, zei je? Ja, Stan Schaap. Nee, die heb ik niet. Oh, dit is trouwens helemaal poep. Ik heb even slapen. Maar jongens, het scheelt wel als ik live ga. Nooit bij je settings kloten, gaat niet goed. Nee, dat heb ik heel vaak meegemaakt, ja. Jongens, als jullie. Ik ga vaker live. Op mijn. Endscreen zeg maar, dus als er staat ending soon. Als er staat ending soon, dan. Heb ik ook. Twee nieuwe streams staan die ik wil gaan doen. Wat zei je? Weet jij wat particles quality is? Geen idee. Nou, ik moet heel veel knippen anders. Dan, tot zo. Hey, joh. Waar was ik? Op mijn ending soon screen, zeg maar, heb ik ook twee van die heb ik twee data neergezet, volgende week dinsdag en volgende week donderdag. Althans aanstaande dinsdag en aanstaande donderdag. Dat ik dan weer live ga. En het fijne is gewoon, kijk, we gaan de zomer bijna in. En als je de zomer bijna ingaat, nou, dan weet je het wel, lekker weer. Toch? Zo simpel is het, lekker weer in de zomer. En als ik dan live ga, dan is het in-game ook mooi weer. Omdat het in Amsterdam ook mooi weer is. Dus dan heb ik in ieder geval geen reden. Dus dat scheelt. Zeven kijkers al jongens, ik ben één keertje weer aan het streamen hier, hoor. Ik heb gelijk weer 7 kijkers, sla dit op. Nee, ik vind het hartstikke gezellig, echt waar, ik zweer het je. Je hebt ook wel van die streamers die dan zeg maar van die mensen hebben die komen kijken die gewoon niks zeggen en gewoon denken van zoek het eruit. Maar ik Ach jongens, nou moeten we oppassen hoor. Nou moeten we oppassen, nou is er 03 in de chat. Ja, nou moet... Ach, jeetje. Ja, waar moet ik naar checken dan? Shirley, ja, waar moet ik checken? Sven, heb jij in-game een broer? Ja. Sven, zag een 3 politieauto?
3 politieauto, 1 brandweer, prio 1, ambu A1. Oh. Zo! Ja, ben ik weer. Waarschijnlijk wel ruzie dat ik knal. Robben toevallig, ja dat klopt ook. Het is ook privé, ja daar heb ik niks binnen. Ik weet niet hoe laat je hebt gestuurd, maar... Nee. Wanneer word ik hier mot? Ja, ik heb jou wel een keer beloofd een mot te worden, volgens mij. Nummer van ons twee. Maar ik heb jou net toch een vraagteken gestuurd? Dit? Of ben ik nou... Toch? Niet. Nou, dat dacht ik al, dat ik jou een keer beloofd. Hele chat wordt mond. Nou. Wordt mij onbedoeld gelukkig niet meer. Woon jij dan aan de kant van Amsterdam, Rosanne? Woon jij daar toevallig? Want daar begon de buien volgens mij. Dat ik wist. Bedoel je niet Roberto Huberto, maar Robert? Stuur even je bodycam door in mijn. De. Nee, Roberto Huberto is weg en daar heb ik ook zeg maar niks mee op. In-game of gewoon buiten-game of iets. Dat. Nee. Maar Robben, zeg maar, van de politie. Gewoon. Robben. Die. Ik ga wel rijden. Nee, rij maar, rij maar. Ja, oké. Okay. Ga open, Ast. Oh, dit is zo daper. Hou er rekening mee met een beknelling. Probeer er rekening mee houden met een beknelling. Kijk, waar was ik? Nee, ik ga naar de andere kant van Utrecht. Oh. Kijk hoor, je hebt me gestuurd op Discord. Luca, typisch wat? Ja, Robbe heeft in game blond haar en Siem heeft donker haar. Dat klopt. Kun jij niet in je voertuig? Want de nacht komt uit. Weet je nog 108? De 108 staat er in. Of staat er twee laatste man. Kom eens uit. Ja, sorry, geef bericht. Kun jij niet in je ambu? Ja, dat is omdat ik heb geknipperd en dan heb ik de sleutels daar niet van. Maar ik heb een nieuwe ambu gepakt. Oké, okay, dan ga ik even een groter gebiedje aanmaken of die weg kan dan. Ja, pak je op. Rob is volgens mij HVJ. Ja, ja, 108 staat er 3, hè? Zit Joppe niet meer in dienst? Nee, Joppe zit niet meer in dienst, dus die kan je eruit halen. Kan iemand... een ambulance weghalen. Weg. Weghalen. Wij hebben de sleutels niet meer van de lage ambulance. Is op en niet meer in dienst. Nee, Luca. Ja, die. Heb ik al Robben of Maarten weet? Dat weet ik niet. En ik heb Maarten nog niet gezien in game.
Hoi hoi. Juist deze waar je nu op staat. Top, dankjewel. Zeg je, hè? Ik ibuprofen. Wil je ibuprofen? Ja. Waarom wil je ibuprofen? Omdat ik pijn heb. Dat je pijn hebt. Ja. Anders moet ik weer zo meteen helemaal naar hier rijden. Eén op twee is goed, hoor. Zeg je? Eén op twee is goed, hoor. Hier moet ik over nadenken. Hoi. Wat als ik nee zeg? Het is dreigend hoor, de noodknop is dichtbij hoor. Wat hè? De noodknop is dichtbij. Oh ja. Bluf. Bluf. Nee. Nee. Ik even zeggen, E-klas. Ja, kan ook. De lage amper met mijn E-klas. Ja, dat weet ik. Nu weet ik dat wel. Dan zet ik hem even uit MKA als het op mijn dienst is. Nee, dat klopt als niet meer een dienst. Dat moet ik even aanleggen. Noodknop. Nee, ik ga niet. Nee. Ja, Luca, ik denk dat we het nou ook weer gewoon aan moeten hebben bij de ambulance hoor. Dat is een sollicitatiemaat. Daar kom je verder mee hoor. Kijk, en wat, weet je wat gewoon nu het fijne is aan Roerveen? Is er zit nu gewoon... Hier, eens kijken. Oh. Er zit nu 38 man in Roerveen. Nou, in de 3.0, aan het einde van de 3.0, hadden we niet eens 38 man op goede avond. Toen hadden we niet eens 38 man. Robben zijn achternaam. Die van mij? Goedemiddag, Joelle Diliano. Elia Traat Sondermans. Als ik dat goed zeg. Ja, knaken, dat klopt. Luca, ik kijk wel langer bij de wandelende encyclopedie. Nou, dat geloof ik wel. Dat geloof ik op zich ergens. Ergens geloof ik dat wel. Kijk, Rob is zelfs gewoon in dienst, zal ik hem eens even bellen.
Yep, ik heb je bericht gelezen. Helaas ga ik niet solliciteren, niet omdat ik niet wil, maar omdat ik geen pc kan betalen en er geen een heb, dus ja, sad. Maar het hoeft niet per se op een pc, hè. Als je gewoon een goede laptop hebt, dan kun je ook al GTA van Rems spelen. Je hoeft niet echt per se een pc te hebben en alles erop en eraan. Het is wel balen dat je het niet kan betalen. Ooit, dan komt het wel. Wat, Robben weer overheen? Ja, toevallig wel. Vandaag wel, ja. 2200 eraf voor de 104. Andersom, 104 voor de 108. Weet je nog wat eraf komt uit? Ja, geen bericht. Wat is de situatie daar? Ja, hier frontale autocrash. Politie is ter plaatse voor wegafzetting. Kijk, ja, slachtoffer ben ik nu aan het behandelen. Die had een wat scherf in de hand. Snee in de wang, die heb ik beide behandeld. De pols is alleen redelijk laag, 17. Dus dat ga ik nu even controleren. Als die weer stabiel staat, dan zien we dat. Goed. Jongens, zeg allemaal eens even in de chat dat Luca ook in dienst moet gaan komen. Ja, daar gaat Luca. Luca, kom in dienst. Luca, ga naar dienst. Luca, ga in dienst. Hop, hop, Luca, Luca, Luca. Daar ga je, Luca. Ja. Oh, wat heb ik die jongen aangedaan. Dus het is als een hashtag, hashtag Luca moet in dienst. Oh. Hashtag Luca moet in dienst. Wat een goeie dit. Nou, doe het ook maar even bij Max dan. Doe maar hashtag Max moet in dienst. Ja, goed zo jongens, daar gaan we. Goed zo. Hij mag het wel niet willen, maar dat doen we toch. Als jullie scenario's krijgen. Je moet nu niet gaan doen dat jij de enige bent die scenario's aan het opzetten is, vrolijke vriend.
de 108 staat dus 5 met een A2'tje. Goed. Hey Giovanni, hoe is het ermee? Jongens, even, kijk, jullie zien mijn salaris nu rechts onderin, hè? Eerst als IO zijnde verdienen jullie 500 ongeveer, 530 volgens mij was het. En nu verdien ik als chauffeur 410. En een Peugeot 108, weet je wel, zo'n kleine, zo'n hele kleine auto, zo'n Peugeot, die kost in de car, die kost je 108k. En een RS6 5 ton. Nou. Hoe heb je een nieuwe naam en een nieuw karakter, maar alsnog een baan bij de AMBU? Ik had mijn naam en toen kreeg ik de baan. Zeg maar. Ja, toen kreeg ik de baan in dit. Moet in dienst. Ja, dat vind ik ook. Giovanni moet in dienst, maar hij is niet bij de ambulance. En er is ook niets gezegd over dat je jezelf de naam moet houden of alles. Er is gewoon eigenlijk gezegd van als je een nieuwe wil, dan doe je dat. Wat staat er? Ik vind het ook echt dom dat jij weg bent bij de ambulance. Kijk, we hebben nu geen flikker te doen. Maar als je ziet hoe gezellig het nu is en hoe... en alles... Een beetje moe, jongens. Een beetje moe. Dit is dus waarom ik weg ben bij de Amber. Er staat een beetje niks van. Dat is fucking saai. Ik wil actie. Ja, dat snap ik. Maar besef wel even, het is 3:30, hè. Het is nu 3:30 en geloof mij, gisteren en eergisteren, toen rond een uurtje of 7, 8, toen kwamen de meldingen binnen, toen liepen de meldingen door, zeg maar. En toen waren we met 4, 5 man in dienst en toen stonden er nog 6 meldingen open. Dus het was gewoon mensen helpen, mensen ophalen, afleveren, ambu pakken en weer door. Oké, doei. Nou, weg hier. Help. Ik zie een eng persoon. Hoi! Nee. Waarom ben jij hier? Nee, dit gaan we niet doen. Dan weet ik niet waarom ik hier ben. Dan weet je zeker waarom jij hier bent. Waarom ben jij hier? Dat weet ik niet. Jongens, dit is Broekees van de 3.0. Dat is toch leuk? Maar je bent verhuisd hier. Nee, ik ben er niet verhuisd. Maar ik zeg op het begin van de stream, zei ik al, van wij zitten midden in de verbouwing. En mijn hele kamer is zeg maar leeg, behalve mijn bureau, mijn hele setup, mijn computer en alles. Dat staat er nog. Wat is er? En mijn kledingkast, maar dat is van gisteren toch? Toen, nee, niks van. Niks van meegekregen. Hoezo? Ja. Wat? Jij hebt toch niet je ambulance nu op slot staan, toch? Nee? Hoe kom je erbij? Maar toen zeg maar Stan Daniel van de motor trapt, hè? Wie Stan? Stan Schaap. Stan Schaap. Ja, laat ook maar. Echt, ik ga niet eens tegen je praten, maar je bent zo irritant. Zo jongens, je wist niet dat ik zo lenig was, hè? Godverdomme. Oh, ik word gebeld. Mijn broer belt. Maar als jij aangehouden wordt... Hé, lelijke, vieze, vuile, gore bloedbroer. Ja, hallo. Ja, hallo. Hoe is het daarmee? Ja, goed. Ben je in dienst? Hé. Ik ben in dienst, ja. Kom even langs aan. Ja, bij het ziekenhuis dan. Ja. Ben jij ook in dienst? Ja. Ah. Ja. Ik heb alleen langs. Ja, kom eraan. Oké. Okay. Niet gaan zeiken om overdosis die kloof je net, maar die ga je niet krijgen. Oké. Ja? Is goed. Oké, tot zo. Ja, meneer, waar hebt u pijn? Hoi.
Waar hebt u pijn? Ja, niet. Ik zie dat, jawel, u bent net vol, u ging net vol bumpen kussen. Ja, dat doe ik altijd, dat is mijn hobby. Auw. Waarom moest dat? Wat een cliënt, dat is veel bedoeld. Oh nee, je bent veel Jan. Kussen. Is dat echt, is dat je nieuwe woord? Dat hoor ik je zo vaak zeggen, imbeciel. Ja, ja, hij is zelf een imbeciel, dat weet je nog niet. Ja, het is toch zo? Of ga je me nu vertellen dat ik niet de waarheid spreek? Wat? Of ga je mij nu vertellen dat ik niet de waarheid spreek? Wat de waarheid spreekt? Ja, jij zegt, ik zeg, hij is een imbeciel. Dat zeg ik tegenover jou. Ja, nee, precies. Ja, jij zegt nee, dat is niet zo. Ik zeg, ga je me nu vertellen dat ik niet de waarheid spreek? En nu? Wil je nou sticker of zo? Nee, dat nee. Ik weet nog steeds niet waar jij hier. Jongens, deze beste meneer heeft zijn schoenen afgemaakt in zijn hoofd. Dat is geen grap, dat heeft hij echt niet gedaan. Kijk, zie je dat ding wat op mijn borst hangt? Ja, dat is een bodycam. Ja, die is nu draaiend. Leuk. Ja? En nu? Dus ik verzoek je om eventjes te gaan kijken op je telefoon. Ja? Jack Stone, crimineel, haha. En dan moet je opzoeken op de app YouTube. Ja, die heb ik niet. Oh. YouTube. Heb je geen YouTube? Op. Die staat hier niet op. As. Ik heb alleen bank, app store, helemaal wel, wat wil je? Het staat echt letterlijk hier. Ik heb oh ja, nee, je moet nog even downloaden. Shit, nee, maar mijn telefoon in mijn hoofd ligt beneden. Dus, ah, te laat, jammer. Goed geraden, ik heb geen zin om naar buiten te lopen. Nou, Luc? Ja, wat nou? Nou heb je problemen. Hallo. Hey. Lekker. Ja, je staat er wel vol met je volle pens op de cam. Ja, dat weet ik. Hallo. Hoi. Hallo. Stro. Hey. Oh mijn god, gast. Wat? Deze gast. Robben die zegt hallo. Oh, Robben zegt hallo. Hij komt aan, zegt hij. Robben zegt hallo tegen Luc en Luc zegt stro. Nee, ik zei eerst hoi en toen stro. Ja. Ja, dan moet je het wel goed vertellen als je... Spoiler vertellen, ja. Nee. Tellen. Ja, zeg het eens, meid. Is ik nou al live geweest op 4.0? Nee. Tellen. Maar ik ben heel erg druk. Is met Roy op pad. Waarom werk jij hier bij de politie? Nou, zoals je misschien wel weet, Roy heeft een nieuw huis gekocht, dus... Wat weet jij niet? So be it. Zo is het nou eenmaal. Dat weet ik. Oh, wat trek jij nou? Puur wapen. Ik heb ook een omhoog. Hier, omhoog. Handen omhoog. Omhoog, politie, om het geschoten. Nou ja. Oh. Nou. Op dadelijk. Nee. Kijken. Alleen wedders gaan de locatie er niet bij sturen. Dan heb je ook niks gedaan. Heb je een melding? Die zou ik gewoon laten schieten hoor. Ja, vang ik geld achter op wel over mijn hoofd. Over? Nee, het is over. Nee, dat is zou, over. Ik zou die gewoon laten schieten. Padam, padam. Sommige collega's van jou zeggen toch oef. Wat heb jij een lelijk sikje, Robbie? Hey Johnny. Ja, ga ik hier maar niet doen, we elkaar houden. Nee, wat je bedoel en je pet op. Oh. Doe nu, doe het. Nee. Je kunt zorgen, je valt automatisch. Wat doet deze? Je doet het oprecht nu. Nee. Doe ik dadelijk als hij weg is. Hij heeft dan ook de ballen dat je het nu gewoon doet voor de oog van agent. Ik ben toestemming. Oh! Au! Nou zeg hem aan, nou is het klaar. Je raakt niet mijn broer aan, vriend. Kom maar even mee, jij. Nee, oh, goed, laat eens los. Laat eens los. Nee, laat eens los. We doen de pollen, hè. Robbe, kom maar. Moet hij achter in je auto? Nee, niet. Niet nodig. Doe het deurtje open. Nee, niet nodig. Even het deurtje open. Nee, niet nodig. Of zullen we in de kofferbak stoppen? Dat pas je ook wel in. Ik uit zijn auto. Zullen we in de kofferbak stoppen? Ja. Stop maar in de kofferbak in de dag. Zo. Ja. Opties. Ik ga even een kaart de politie uit pakken. Het is een schande. Interessant is nog steeds in, want het is 0922. Ja, dat klopt, want hij was voor de laatste keer. Oh mijn god. Hey, Johnny. Hey, Johnny, wist je dat wij nu een brancard hebben?
Johnny! Alsjeblieft. Auw! Ja, maar het mooie is... Die Brancard, die doet het niet, want je kan helemaal leven. Hoe lig jij hierbij? Hoe lig... Kom eens. Oh. Ik wil even iets laten zien, kijk. Kom eens. Je zegt wel heel leuk Brancard kunnen pakken, hè? Maar als je hier Brancard opties doet... Nou, Lucas zei dat. Ja, maar Lucas zegt wel meer, maar dat klopt niet. Hier, Brancard opties, Brancard wegstoppen. Hoe wil je een Brancard pakken hier dan? Gewoon, als je de deur open doet, de Brancard eruit halen, dan heb je een Brancard. Ja, super leuk, Luc. Ja, logisch toch? Jij bent echt de grappigste thuis, volgens mij. Kijk, nee. Ik heb zelfs een opvouwbare. Heb jij nou ook als een opvouwbare rolstoel? Ja, hier, kijk. Happatee. Happatee, jongens. Godverdomme, hoe nou? Ik vind het jammer dat je niet zelf kan rijden. Ja. Happatee, jongens. Is de piemel in mijn kont? Hey. Gast, oh, mijn... Hè? Oh, man. Oh, echt, deze guy heeft echt serieus fucking school niet afgemaakt. Sorry kindjes, sorry kinderen. Oh. Nou, ik ga weer doen nog een keer hoor. Doei. Sorry kinderen, mag ik even in de bodycam? Ik zal even iets niet zeggen. Nee, dus zoek het maar uit. Nee, ik zet gewoon de bodycam geluid zet ik gewoon uit. Ja, hij staat al uit. Hij staat al uit. Ik wil even kijken, ik wil even iets zeggen. Hij staat al uit. Nee, dus je kan van alles zeggen, maar... Ze horen het ook niet. Oké, zien ze wel. Nee. Echt niet? Nee, ik heb hem anders staan. Aina. 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 Ga je ontvoeren. Deze gast, jongen, heeft die sfeer. Je collega wordt ontvoerd. Die gast, hij is echt niet gezond hoor, ik zweer het je. Ik weet niet hoe ik een keertje met hem in aanraking ben gekomen. Volgens mij nog bij de politie dat ik hem een keertje heb aangehouden. En daarna stuurde hij mij een berichtje op Discord. Hij heeft een 27S verkocht. Ja, maar daar krijg je niet zoveel geld van dat hij een file kan kopen. Maar hij is net klaar met verbouwing en dan gaat hij verhuizen. Ja, volgens mij, ik weet niet hoe dat precies zat met zijn appartement, maar... Volgens mij heeft hij zijn appartement verkocht of zo, dat hij gewoon de verbouwing door laat gaan op zijn kosten. En dat hij daarna gewoon het appartement gaat verkopen of zo. Je bent echt slecht. Ik lief je. Hoe bedoel je slecht? Jij bent ook slecht hoor. Ja, precies. Je bent ook slecht hoor. Ik heb echt. Maar hij is net. Ja. Wat zie je? Dan neem je jouw sheriff mee, ik ga een rondje rijden. Doe eens de deur open. Yes. Pas op, ga maar koppen. Meid. Hallo. Zien jullie mij hier liggen of niet? Nee, Luc, ik niet liggen, Luc, ik wil jou zo met. Ik wil jou in het rechterkastje. Oh, ik. Was wel een beetje proppen, maar ik lig. Ja, nee, ik snap. Luc. Nee, exact. Ja. Oh, Luc. Ja. Hallo, daar ben ik weer. Luc. Hoi. Goed hè? Luc. Luc. Door de auto heen lopen. Wat is dit? Robbe, hoor je mij? Ja. Ja, hij is gewoon doof. Wie? Ben ik nou? Ik zweer het je, ik trap ze door het gaspedaal, jongen, en ik kom er niet meer onder. Hij staat in mijn auto, het is een geest. Waarom sta je in mijn auto, hallo? Hallo. Oh mijn god. Je moet springen. Ik zie jou hier, nee, ik ga helemaal niet springen. Ik vind het wel leuk hier, door de auto heen lopen. Oh, kan ik ook hier? Nee! Huh? Oh mijn god, je zat er serieus in. Ik ga een rondje rijden, joh. Doe dat nou niet, waar sta je nou? Jongen. Gast, hoezo blijf jij hierop staan? Hij is, ik wil kijken. Oh, wat grote mist. Af! Haha! Nee, jongen. Nou, zoek je het ook maar uit. Haha! Zo, dan mag ik ook wel eens even wat gunnen. Ja. Ik weet niet hoe dat zit. Ik ga hem ook niet terug mee bemoeien ofzo. Ik vind het allemaal niet echt nodig.
Ja, die regen is echt kut. Die regen is echt gerukt gewoon. Hoe is 24? Volgens mij. Net als Enzo Knol en Don. Gelukkig maar weer neer. Thans. Als je ziet wat ze rijden en wat ze allemaal hebben, zeg maar, dan. En wat ze uitgeven. Gelukkig maar gaan streamen, denk ik. Ja, alleen het punt is: streamen gaat, is niet makkelijker dan je denkt. Want zoals die, die donatiepool die hier boven, boven mij staat, die, daar heb ik, wat is het, een half uur over gedaan om die überhaupt al te krijgen. En om een goede tekst te verzinnen en een prijs en een maximaal bedrag te verzinnen. En dan heb je nog mijn cam en mijn... de overlay, zeg maar. Kijk, deze overlay. Ik ga hem nu opnieuw aanzetten. Kijk, dat achter mij beweegt. En bij ending soon dat alles beweegt. En starting soon dat het beweegt. Zie? Dus ja, dat heeft me echt wel wat tijd gekost. En ja, dat. Laten we niet beginnen over tourbuggers. Nee, dan, dan ben je nog wel even bezig. Maar het lijkt erop, jongens, kijk eens, dat die regen wat minder wordt. Maar dat, laat maar. Oh, misschien kan het ook komen dat ik de Ruveen visuals aan heb staan. Ik heb de visuals zetten voor Ruveen aan staan. Kijk. Die en dan die en dan die hier. Hier, kijk, zet visuals er aan uit. Ja, maar die zijn helemaal niet gezond, wat je normaal kunt hebben, Tiffany. Mijn man heeft al een zetting trouwens, Gio, in de zone. De kans gaat waarschijnlijk beginnen met Twitch. Maar ik ga nooit streamen, kan ik niet. Zeg nooit dat je dat nooit kan. Uiteindelijk, weet je hoe ik ben begonnen? Ik ben begonnen om te gaan livestreamen op de PlayStation. Bro, die map is bij mij kut, hij gaat door de lijn heen. Maar kan het kloppen dat jij een widescreen hebt? Als jij een widescreen hebt, dan klopt dat. Robo, kom, stap op. Je zakt er maar echt gewoon puur in, jij. Kom, alsjeblieft. Twee handen zien. Gast, je weet. Je weet. Je weet wat er om mijn borst hangt, hè? Ja, weet ik. Maar gewoon even voor 6 seconden. Doe het even voor mij. Nee. Ik geef 20 euro. Nee, nee. Ja. Maar dan schuur je lekker je kont op het kaal, denk ik. G-spier. Doe. G. G van gehandicapt. Oh, ik ga er ook op. Oh. Je komt nu, kom. Ik heb ervaring, en daarbij hou ik het niet, niet van op camera. Maar je hoeft niet met een camera te streamen. Ik ben met de drieën. Ik ben ook begonnen zonder camera. Kom. En uiteindelijk denk ik gewoon van, uiteindelijk kom je op een leeftijd. Ik weet niet hoe oud je bent, maar uiteindelijk op mijn leeftijd, zeg maar, nou, hè, 16, 17, kwam ik uiteindelijk op die leeftijd van. Nou ga ik gewoon volle scheid in het leven. Dan zit je echt midden in je puberaal gedrag en trek je gewoon echt van niks aan en alles. Bij een mod en chatten. Nou, dat is ook beter.
En die oldschool PlayStation streams op YouTube, zo ben ik begonnen. En zo ben ik dus ook begonnen. Dat is precies wat ik net zei. Gewoon klein beginnen. Groot eindigen, zo zeg ik altijd. En ik moet zeggen, ik ben echt blij met hoe ver ik nu op ben gekomen. Ik heb nu ongeveer een jaar, denk ik, dit account. Maar dan niet echt fulltime streamen, zeg maar. Kijk, als ik nu bijvoorbeeld fulltime zou streamen hier, dan weet ik niet hoe... Oh, kijk jongens, het is droog. Hey, het is gewoon droog. Als ik nu zeg maar fulltime zou gaan streamen, dan weet ik niet hoeveel abonnees ik ga laten halen, bijvoorbeeld in een week. Dat weet ik niet. Maar ik heb dit kanaal nu denk ik een jaar, als het niet meer is. En 120 abonnees. Voor de streams die ik doe, ik heb het toen ik bij de politie nog zat in de 3.0, toen had ik uiteindelijk gewoon 20 kijkers in één keer. En dat was bij mij echt wel de motivatie, zeg maar, om door te gaan met streamen. En uiteindelijk pakte ik echt, zoals nu, alleen maar 8, 9, 10 kijkers. En ja, dus dat is wel echt een voordeel. Dat is wel echt een voordeeltje geweest. En zo kunnen jullie ook gewoon beginnen. Hè? Als jullie gewoon, ik zeg maar wat. Dus stel je voor, laat eens in de chat weten wie er allemaal computer heeft. Hoi. Hoe gaat het met u? Goed hoor. Ja. Zekers. Wat maakt dat het goed met u gaat? Nou, gewoon de dag, hè. Je ziet het, nu schijnt de zon weer. Dat gaat goed, meneer. U bent trouwens wel best wel zacht. Hoppa. Wat? Meneer, u bent een beetje zacht op een afstand. Of het kan ook komen dat u uw stembanden niet zo ver heeft, ja? Ja, nee, nu is het beter. Oh, top. Heb nog geen baantje, ben wel aan het zoeken, want wil echt werken, maar grappig voor de opkant, want het is echt niet leuk, vind ik. Dus ja, geld verdienen voor een goede letter op PC, je moet even wachten. Hey, ik heb hem goed gedaan. Waar ben je nou ook mee bezig? Jij bent echt ongelooflijk, wist je dat? We hebben een tijdbom. Ik laat je ook lekker liggen gewoon. Ik laat je gewoon letterlijk gewoon liggen. Doe het. Deze gast, echt. Help me alsjeblieft. Maar hoezo ga je dood van als je van een fiets afvalt? Ja, weet ik het, ouwe. Oh, dankjewel. Oh, die staat er wel op, hoor. Dat is nog een goeie. Ik ga op mijn eigen stream terugkijken wat er gebeurde. Ik weet niet hoe ik dood ging, maar dit was zo mooi. Ik zit hem terug te kijken. Ik heb er een... Ik zit hem te kijken, wacht. Ik zit hem terug te kijken. Jij viel niet eens van mijn fiets af, jij springt gewoon mis. Ja, ik heb hem. Hé, hey, Kasper, hoe is het ermee? Doe de groeten aan Johnny van Harry. Johnny kent de groeten van Harry. Van wie? Van Harry. Van Harry. Hey, Harry. Harry. Ah, Harry. Hij zorgt ook al voor een partij Harry. Hé, hey, Kasper, ga je nog naar solliciteren voor de veiligheidsregio? Volgens mij wou je wel, hè, als de sollicitaties voor open zijn. Oh. Dus dan zou ik zeggen, pak je kans. Ik ga echt niet bellen. Harry, ik vind dat jij nu moet gaan solliciteren. Ik heb er ook eentje, jongen. Wacht, ik zal even doorsturen. Die is zo mooi. Johnny. Je wil niet weten wat er net is gebeurd met hem. Hij springt, hij zakt door zijn enkel heen en hij is dood. Ouwe, toen ik jou zeg maar van de fiets af wilde tackelen, toen werd er een tijd... Oh, je gaat binnenkort al op gesprek, dus je hebt al een sollicitatie ingevuld en je mag al op gesprek komen. Oh nee, dit is trouwens verkeerd. Kijk, hij weet dat meer dan ik, hè. Waarom nu?
huis. Hallo. Hoor je mij? Nee? Het is wel erg rustig nu hoor, jongens. Wacht, zal ik schrijven hoeveel man? 45 man, hoe zijn ze rustig? Ja, na 10 minuten reactie. Ja, het punt is, ik vulde een sollicitatie in en ik zat met degene in call die de sollicitatie met me deed. Maar nu een setup, nee, ik heb gewoon de setup omgedraaid. Eerst stond mijn pc zeg maar achter mij, bij het raam, wat jullie op de achtergrond zien, daar stond deze mijn computer. Ik heb gewoon letterlijk, hij staat nu naar de muur toe zeg maar. Hij staat nu naar de muur toe wat jullie eerst op mijn achtergrond staan. Nou, mocht je dat niet weten, klik een andere stream aan, dan zie je het wel. Wie ben jij? Ik weet niet wie je bent. Weet je niet wie ik ben? Ja. Waarom hoor ik je allemaal zo zacht? Good one. Alright, I'll talk to you later, man. Wat? Ja, die hebben wij. Ik hoor jullie twee echt zacht, behalve Shunny. Ja, dat hebben wij. Ja, dat ja, zo, zo ja. Zit het nu eenmaal. Sorry, ik hoor het niet heel goed. Ik haal het een beetje. Tijden? Nee. Oké. Okay. Maar meneer, wie bent u nou dan? Bent u Voor wat? Ja. Ik weet het weer. Ik weet weer je bent. Dat hier de echte. Ja, maar ik... Jorik belde mij en het was... Ja. Hey, 13k. Maar hoe is het met jullie jongens? Hebben jullie school gehad vandaag? Of hebben jullie gewerkt vandaag? Of zitten jullie op werk? Of zitten jullie op school? Ja, wat zeg je? Daar ben ik benieuwd naar. Daar ben ik wel benieuwd naar jongens. Heb jij al in mijn server? Zo nee, join hem even. Linkje in de bio. Oh, ik heb 7.3k. Melding, melding, melding! Ik ga mee. Mag ik mee? Nee, ja, jij mag mee. Tuurlijk, stap in. Ja, ik wil even aan hem over. Ik heb puur niet zoveel van zin in. De 180 staat dus twee laatste mannen ook. Okay. Ik ga al een half jaar niet naar school. Waarom ga je dan meer dan een half jaar niet naar school? Zeg het eens. Weet je misschien waarom de telefoon niet werkt op mijn Netflix? Kun jij hem niet pakken? Ja, ik kan hem wel pakken, maar... Ik ben jullie letterlijk met iemand aan het bellen, maar ik luister hem niet. Hij? Ik ben misschien met iemand aan het bellen, maar die telefoon heb ik niet in mijn hand. Dan heb je hem weggedrukt. Zeg maar, je telefoon wil gewoon weggedaan. En dan als hij even 3 uur even moeten knipperen, zeg maar. Ja, nou, ik laat wel zo dan. Let's play some home flight! Ik kreeg mijn been niet. Hij is een. Zo. Is hij een prinses, als ik het goed zeg? Ik heb helemaal niks gedaan vandaag. Oh, nou dat kan ook. Jorik, die benen nou. Ik ga rijden op blokken pakken, loo je. Oh man. Nee, is waar reden dan? Nee, jongens, zitten jullie nou al in de Discord van Groovy? Zitten jullie nou in de Discord van Groovy? Zo, jij kan rijden. Doe ik ja joh. Ja joh. Kom lekker daartussen. Hele korte samenvatting. Dat is gauw op school. Hallo, nog steeds, hè? Zeg eens wat ik moet zien. 108 staat het in die laatste man, hè?
support. Dus als je dit nodig hebt, dan laat het maar weten. Is er ook politie aanwezig? Ja, wat ik had is, de derde was op zich wel een makkelijk jaar. Je moet de vierde niet opnieuw willen doen. Dat moet je echt niet willen. Maar ik acht de kans heel klein dat het gaat gebeuren, dat ik overga. Ja, kijk, als je echt al een half jaar lang in de school toe bent geweest, dan kun je er wel vanuit gaan door alle toetsen die je mist en door alles, zeg maar, dat je dan niet overgaat. Maar, hè? Kijk, uiteindelijk, dan kom je er wel en dan is het gewoon van, ach man, wat ben je blij, wat ben ik blij dat ik het heb overgedaan, dat ik in ieder geval gewoon mijn diploma heb. Maar. Zo simpel is het ook. Zo, Luca leeft ook weer hoor, godverdomme. Je hebt wel echt de halve, de hele spam gemist. Ja, moest door de regen fietsen man. Nou, wat kut. Sven, wat is die alt van jou trouwens? Ja, aha, dat is een hele goeie. Fernando Hernandez. Dat is het enige wat ik zeg. Dan kun je op zich wel een beetje nagaan wat voor een karakter je hebt. Ik had je ontmoet, maar jeetje. Ja, het is raar, hè. Maar ik moet nog eventjes het goede stemmetje vinden, weet je wel. Echt nog een beetje dat goede... Ja, je snapt wat ik bedoel. Jij hebt me ontmoet toen en je weet wel, zeg maar, richting welk stemmetje we gaan. Ik ga het nu niet doen, maar... On the other side of town. Can I pick it up for you later? Okay, calm down. Get
dacht je dat je wou streamen? Sven, waarom ben je begonnen met streamen? Nou, het was op zich wel een grappige. Het begon dus bij mijn PlayStation en daar was het gewoon meer zo van. Op YouTube zag heel veel mensen bepaalde games spelen, zeg maar. En uiteindelijk had ik die games ook. En toen dacht ik bij mezelf van, ja, dit is wel leuk. En toen dacht ik van, ja, dit is wel leuk. Gewoon. We hebben een melding. Ja, 2104, aanrijd, laatste mogen. Nou, dat is eigenlijk gewoon puur daardoor gekomen, gewoon door school, door YouTube en door Robin, vader is zeggen, Robin. Hallo? Hoi, hoi. Hey. Hallo? Hallo? Ja? Hoort u mij? Ja, ik hoor jou. Ze bellen telkens, maar je moet gewoon een berichtje sturen. Zet hem maar in onze afzetting hoor. Yes, komt goed. Een hele goede middag, mijn heren. Hey, een zware crash gehad. Wat ik heb gehoord, zaten er ook nog scherfjes in zijn lichaam. Maar voor de rest is mijn collega volledig op de hoogte van het letsel. Ik ga eens even kijken. Goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Ik kom even omlopen. Achterop me neergeknald toen hij hier tussen wilde draaien. Ja. Hij achterkant van zijn voertuig is geraakt. Nu is hij met de voorkant ertussen gekomen. Eén been is bekneld. Hij heeft een flinke hoofdwond met wat glas erin. Okay. Die heb ik alleen gedesinfecteerd, maar bloedt nog wel. Ja, er zit nog geen verband in zo heen? Nee. Okay, dan kan je er even te zijn, anders kom je ook niet weg. Kom maar deze kant. Ja. Zo. Hey, was hij bij? Hij is niet bij bewustzijn, hij heeft een wat verhoogde ademhaling. Oké, ik ga even kijken. Maar hij reageert niet. Ik heb een pijnprikkel op zijn maag gedaan, maar daar reageerde hij eigenlijk ook een beetje matig. Dat verteert er nog een klein stukje glas in de rond. Nog een klein stukje glas in de rond. Hoi, ik kijk maar net. Is die eruit dan? Sommigen wel net niet in zeggen. Even kijken. Ja,
een stukje glas op de bed op winter te halen. Zo. Meneer, hoort u mij? Meneer. Oké. Okay. Okay, hij zat ook bekneld, hè, zei je? Ja. Oké. Okay. Dan laat ik de fictieve brandweer even komen. Nee. Sorry. Ik ben een beetje onhandig. Oké, dus de fictieve brandweer komen. Moet ik ja, voor jou even een brancard uit die auto halen? Ja, als je wil. Maar wij hebben zeg maar geen brancard, als je snapt wat ik bedoel. Oh, hebben we geen brancard? Nee. Nee, dat hebben we niet. Want op de e-spier zeg maar, dan staat er alleen brancard weg doen. Wegstoppen? Ja, die staat er alleen. Ik kan beter mijn naam aanpassen naar wandelend en zijn compagnie. Kijk, je moet doen wat je wil, hè. Dan gaan we over op de fictieve brancard zometeen. De actie van de brandweer is succesvol. De persoon is niet meer bekneld. Even kijken. Laat ik nu even kijken of ik je overig letsel kan vinden. Zo niet, dan gaan we kijken of we hem eruit kunnen halen. Iets van een zichtbaar letsel. Meneer, hoort u mij? Nog steeds niet bij, denk ik. Okay, zou een van jullie mij misschien even kunnen helpen? Dan gaan we de persoon proberen om uitvoerder te halen. Hij is niet meer bekneld. De brandweer heeft hem goed weten los te krijgen. Ja. Oké, dan gaan we proberen, om op 3 gaan we proberen zo goed mogelijk te draaien. Dan wil ik hem het liefst gewoon eventjes zitten hier gelijk op de grond. Ja. Als jij dan zometeen daarna een, zeg je dat, als ik dan bijvoorbeeld iets van letsel zie, of jij dan een vacuüm van mij zou kunnen pakken. Oké, ja. Ja? Helemaal top. Nou, dan tillen we op 3, tillen we hem eruit. 6 leggen we hem neer. Yes? Toppie. 1. 2, 3, 4, 5 en 6. Zo. Yes. Kijk eens. Eens even kijken hoor. Zou jij voor mij de life pack willen pakken?
Oké, dan moet op een keer. Dan ga ik ondertussen eventjes de lucht recht bekijken. Zullen we anders even misschien wat verder die schieten slijpen? Ja, dat is ook wel prima, ja. Ja? Okay. Yes, doen we op 3. Ja, ga vangen, welkom hoor. 1, 2, 3. Ja. Hoppa. Zo. Helemaal top. Het is een gevalletje apart. Ja, ik kan die auto, die kan weg. Wie is dit? En waarom ziet hij eruit als een mislukte kerstman? Weet jij wie dit is, Robin? Volgens mij is het Toos, matroos. Hoe? Toos matroos. Ik kon die ouders geen normale namen denken. De lucht is in ieder geval vrij. Au, ik heb hartaanval. Au, jeetje. Doe je aan. Ik had even last van spierspasmes. Zo, kijk op de lightpick naar de 25 normale maling. Dat is een 9, dat is wel aan de lage kant. Stap is wel tussen nog weinig. Oké. Even saturatie bekijken. Saturatie is 98, die is goed. Even kijken. Zou jij mij even kunnen helpen? Jazeker. Dan gaan we hem heel eventjes wat naar rechts toe draaien, voor, naar jouw kant toe. Even op zijn zij. Dan ga ik heel even snel kijken of ik iets op zijn rug zie. Of op zijn nek. Mocht hij daar wel net zo hebben, dan kun ik dat in ieder geval even bekijken. Yes? Ja. Oké, okay. Dan tillen we hem op 3 en tillen we hem eventjes naar zijn zij. Yes? Ja. 1, 2 en 3. Heel even snel kijken bij de nek en rug, dan kan hij ook gelijk weer terug. Nee, niks zichtbaar. Oké, okay, dan kunnen we op 3 weer terugleggen. Ja, 1, 2 en 3. Zo. Ik zal hem nog wel even fouilleren voordat jij hem meeneemt. Oh, ja, prima. Ja. Oh, ik heb in ieder geval een klein zakje aangetrokken. Een pak met geld. Oké. Okay. Dus die neem ik even mee, die gaan we even onderzoeken. Moet hij nog met jullie mee naar het bureau? Ja, daar ja. Achteraf ook. En dan zijn rijbewijs gaat om Toos met Reus. Dat zijn collega. Nou, als jullie voor mij de fictieve brancard zouden kunnen pakken, dan gaan we hem ja, inladen. Zeker.
waren is wel stabiel genoeg om vervoerd te worden. Dus dan gaan we zo meteen vervoeren. De tweede begon te vieren voor een sitrep. De persoon zat bekneld, vertieve brandweer is ter plaatse gekomen. De situatie moet nog veilig, gaat nu mee naar het ziekenhuis. Daarna gaat de politie hem verder meenemen. Oké, nou dan gaan we hem meenemen. Top. Hij is niet echt bij, even kijken hoor. Ik moet nog één keer kijken of hij reageert. Meneer, hoort u mij? Hallo. Toos. Nee, nog geen reactie. Maar dan gaan we meenemen. De waarden zijn in ieder geval stabiel genoeg om mee te kunnen. Yes, dan op 3 tillen we hem op. 6 leggen we op de brancard en 9 maken we hem vast. En dan gaan we op 12 mooi naar de ambulance te lopen. Ja. Oké, okay, nou 1, 2 en 3. 4, 5 en 6. 7, 8 en 9. 10, 11, 12. Zo op elkaar. Nou, hij ligt erin. Heer, ik wil jullie heel erg bedanken. Ja, ik zie je er zo bij het ziekenhuis. Yes, jullie kunnen mee rijden. Dan, ik denk dat ik hem nog heel eventjes een scan laat maken van hem. Ja. En dan, als daar een goede uitslag uit komt, dan kan hij eigenlijk gewoon dezelfde avond met jullie mee. Yes? Joep. Helemaal goed. Dankjewel. Hoi, hoi. Hey, André. 2200 even hier momenteel status 5 met mijn team zijn. Ja, dat is vernomen. De 108 gaat de status 2 blokken apart. Daar ligt een persoon met hem. Zo, dan zijn we weer bij het UMC. Zo, dan halen we de brancard even uit. 1, 2, 3, en hoppakaas. Zo. Hey, ben ik hier? Haha. Hey, hallo. Kijk, dan gaan we naar de MRI scan. Mocht u mij in ieder geval horen, maar geen reactie kunnen reden. Ik wens u een spoedig herstel. Het fictief personeel gaat hier bij deze overnemen. Een hele fijne dag nog. Zo, hij gaat even op de foto. En dan kunt u zometeen met jou mee. Oh, hallo. Hallo. Ah, dat werkt weer. Nou, er wordt een foto van hem gemaakt, dus dan moet hij even lachen. En dan kunt hij zo meteen met jou mee. Nou, toppie. Ja? Ja. Nou, top. Hey, bedankt voor de melding en bedankt voor de hulp. Ah, geen probleem. Hey, fijne dag nog. Hoi, hoi. Mooie naam, hè? Oh mijn god, je hebt je naam er ook gewoon aangepast. Ook gewoon. Ja, 2204 persoon afgeleverd bij het ziekenhuis. Ik ben bestaat zijn. Ik
Jongens, ik denk dat ik hem ga afsluiten. Ik eet vanavond niet thuis. En ik moet nog eventjes snel een dingetje doen. Dus ik ga hem hierbij afsluiten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor deze support en bij deze stream. Zometeen bij de eindring gaan jullie zien wanneer ik waarschijnlijk... Hou mijn Discord daarvoor even in de gaten. Wanneer ik waarschijnlijk live ga. Dus voor so be it. Dus ik ga er bij deze vandoor. 22 rond te vieren omdat ze bij deze staan achter. Nou, fijne avond. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze stream. En ik zie jullie bij de volgende stream, jongens. Ja, het spijt me zeer. Ik moet er eventjes snel wat doen. Dus ik ga nu eventjes kijken. Zo, hier naartoe. Juist, ja, hoppakaas. En dan zo. Waar is die, waar ligt die? Als het goed is. Bij de MRI. Oh. Ligt die hier? Ja, nou niet meer. Oh, ik stond de hele tijd voor die deur te wachten. Nou, geen idee. Toos matroos, die lag in ieder geval in de MRI-kamer. Die is daar op een of andere manier uitgekomen. En we hebben hem met het ziekenhuis niet zien gemaakt. Dan jongens, ik ga me afsluiten. Ik doe zo, ik doe zo. Ik doe de porto, ga ik uitzetten. Even kijken hoor. Is goed zijn, is goed zijn. Waarom heb je niet beide dezelfde profielfoto? Benno Timmerman. Joep, Benno Timmerman. Doei, was een leuke stream. Het was zeker een hele leuke stream. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze stream. En ik zie jullie weer bij de volgende. Dus ik spreek jullie later. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in. Let me in, yeah. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'ma show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.
stable, oh yes, able, oh yes, I'm stable, oh yes, no label, oh yes, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head